وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welkom beste broeders en zusters bij een nieuwe aflevering van Wedekker en Vermaan. Een programma waarbij onze broeders en zusters elke dag een kort woordje geven waarbij ze zichzelf kunnen vermanen. En vandaag het onderwerp onze begeertes. En we horen vaak dat onze begeertes een slechte zaak kunnen zijn. Maar wat zijn eigenlijk de begeertes? En hoe dienen wij als moslims om te gaan met onze begeertes? Al-Imam Ibn al-Jawzi zegt in een boek waarin hij praat over de slechtheden van onze begeertes. Hij begint eigenlijk te praten en hij begint eerst te beschrijven wat de begeertes zijn. Hij zegt eerst dat de begeertes die wij hebben een noodzakelijkheid zijn. Een noodzakelijkheid in de zin dat wij het nodig hebben om te leven. Neem als voorbeeld het feit dat jij honger krijgt en vervolgens gaat eten. Het feit dat jij dorst krijgt en vervolgens jouw dorst gaat lessen. En iemand die wil gaan trouwen, die gaat vervolgens trouwen om ervoor te zorgen dat hij deze begeertes als het ware kwijt kan. En hij zegt vervolgens, maar het kan zijn dat je in deze noodzakelijkheden, oftewel het feit dat je deze noodzakelijkheden wilt verkrijgen, op een gegeven moment ga je erin overdrijven. En de sheikh, rahimahullah, heeft gelijk met zijn woorden. Hij heeft gelijk wanneer hij zegt dat er vele mensen zijn die eigenlijk overdrijven in deze zaken. Oftewel overdrijven in het nagaan, oftewel het navolgen van zijn eigen begeertes. En de meeste mensen hebben dan ook een soort van stelregel bij hunzelf. Het is vandaag de dag en het is pakken wat je pakken kan. Morgen is er geen dag meer. Genieten zolang je nog kan genieten. Zonder ook maar even stil te staan. Is dit wel toegestaan? Heb ik hier echt iets aan? Wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld een bepaalde begeerte achteraan ga? Wat zijn de gevolgen daarvan? Word ik er wel echt gelukkig van? Dit zijn allemaal vragen die heel belangrijk zijn. Maar het is niet zomaar een zaak dat je zomaar achter je begeertes aangaat zonder erbij stil te staan. Want het kan uiteindelijk een slecht gevolg voor jou hebben. En de gevolgen daarvan moeten wij dagelijks, daar moeten we over nadenken. Dus bij elke stap die je zet waarbij je achter een begeerte aangaat, ga je deze vragen jezelf afstellen. Heb ik er wat aan? Is het wel goed voor mij? En ook omdat wij in een maatschappij leven die ons eigenlijk toezet dat wij bepaalde zaken doen zonder bij na te denken. Want de maatschappij waar wij in leven, die laat jou zo denken. Die laat jou denken van oké, het is vandaag de dag en je kan genieten. En probeer zoveel mogelijk uit deze dag te halen, want morgen is er geen dag meer. En dat komt ook door de mensen met wie wij leven eigenlijk. De mensen die om ons heen leven. En daarom mijn advies aan mezelf en ook aan jullie is dat je niet laat misleiden door deze mensen. Laat je niet misleiden door de maatschappij waarin je leeft en ook de mensen die je om je heen ziet. Want deze mensen, die willen alleen maar dat jij hen volgt in hun slechtheid. En die willen niet dat jij je op goedheid bevindt. Die willen dat jij hen gaat volgen in hun slechtheid en dat je alleen maar slechte zaken gaat verrichten. Want wees eerlijk tegen jezelf, wil jij een product zijn? Wil jij een product zijn van deze maatschappij, waardoor uiteindelijk mensen jou gaan verafschuwen? En waardoor je uiteindelijk gewoon een cijfertje bent die niks voorstelt. Behoed je voor dit. En denk na bij elke stap die je zet. Want de begeertes kunnen uiteindelijk een gevaarlijke zaak voor jou zijn. En ook Allah subhanahu wa ta'ala wijst ons op het feit. En hij praat tegen ons. En hij zegt ook dat er mensen zijn. Hij zegt Allah subhanahu wa ta'ala, innama yattabi'una ahwa'ahum. Zij volgen slechts hun begeertes. Dus wat hun begeerte tegen hun zegt, dat doen ze. Wa man adallu. Allah subhanahu wa ta'ala gaat verder. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ تَبَعَ هَوَاهُ. En wie is het dwalender dan degene die slecht zijn begeertes volgt? بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ. Zonder de leiding van Allah. Dus de persoon die gaat zijn begeertes volgen naast de leiding van Allah. Naast de leiding van Allah en de kennis die jij gekregen hebt van Allah subhanahu wa ta'ala, gaat deze persoon slecht zijn begeertes volgen zonder na te denken over de gevolgen hiervan. Zonder zijn verstand te gebruiken. En Allah zegt vervolgens, inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah leidt niet het onrechtvaardige volk. Allah leidt niet de mensen die slechts achter hun begeertes aangaan. En daarom adviseer ik mezelf nogmaals en jullie bij beste broers en beste zusters thuis, dat wij Allah subhanahu wa ta'ala vrezen en dat wij moeten beseffen dat Allah subhanahu wa ta'ala ons geëerd heeft. Hij heeft ons moslims gemaakt. En
Hij heeft ons moslims gemaakt omdat hij een goedheid in ons ziet. En weet dan ook dat alle zaken die verboden zijn en die gestoeld zijn op begeertes, probeer daar uit de buurt van te blijven. Want deze zaken zijn niet goed voor jou. Jouw schepper heeft jou gemaakt en hij heeft alles gemaakt in deze schepping. Hij weet wat goed voor jou is en hij weet wat slecht voor jou is. Probeer daarom dan ook van de slechte zaken, probeer daar uit de buurt te blijven. En de goede zaken die Allah voor jou toegestaan heeft, daar moet je achteraan gaan. En ook in deze zaken, deze goede zaken, daar kun jij ook je begeertes in kwijt. Als je het maar op de goede manier doet. En laat je niet misleiden door de shaitan. Want de shaitan die komt naar jou toe met influisteringen. Hij zegt tegen jou, ja, het is toch niet zo erg. Iedereen doet het. Ik ben nog jong. Of ik heb een goed hart. Ik weet wat ik doe. Dit zijn allemaal influisteringen van de shaitan. Wallahi, dit zijn allemaal influisteringen van de shaitan. Om ervoor te zorgen dat jij zaken gaat doen die verboden zijn. Dat jij zaken gaat verrichten die uiteindelijk een slechte gevolg voor jou hebben. En die uiteindelijk negatief voor jou zijn. En wat gebeurt er uiteindelijk nadat jij deze begeerte hebt gevolgd? Je zal alleen maar achterblijven met spijt en pijn. Met spijt en pijn. Vanwege het feit dat jij misschien een kwartiertje een begeerte bent achteraan gegaan. En dat komt ook door Satan, want hij belooft jou. Hij belooft jou mooie zaken. Hij belooft jou een mooie auto, een mooie carrière, een mooie vrouw. En al deze zaken, maar dan op een verkeerde manier. Op een verkeerde manier. En uiteindelijk, als jij het behaald hebt, dan zul je zien dat het ten eerste jou geen gelukzaligheid heeft gegeven. Je bent nadat jij deze genieting hebt gekregen, heb je er niks aan. Of het is niet wat jij dacht. En de shaitan zal jou in de steek laten. Waarom? Hij is niet in staat om jou gelukkig te maken. Hij is niet in staat om jou te geven wat jij echt wilt. En daarom is het belangrijk dat je hierbij nadenkt. Dat je bij elke stap die je zet moet je gaan nadenken. Heb ik hier wat aan? Het feit dat ik deze begeerte ga volgen, is dat goed voor mij? Heb ik daar echt iets aan? In mijn wereldse zaken of in mijn godsdienstige zaken? Jij wordt wakker bijvoorbeeld. Jij gaat naar school toe. Of je gaat naar werk. Als jij iets ziet wat verkeerd voor jou is, ga er dan niet gelijk achteraan. Maar zet eerst als het ware een soort van knop om. Oké, is dat wel goed voor mij? Mag ik dat wel doen? Heeft Allah subhanahu wa ta'ala dat wel toegestaan? Want als Allah het niet toegestaan heeft, dan kan het alleen maar een slechtheid voor jou zijn. En probeer er ook in geduld in te hebben. Dus bij elke stap die je zet, dat je erover gaat nadenken. Dat is heel belangrijk. Want als je ook gaat stilstaan bij de gunsten die wij hebben, is dat alles wat je eigenlijk gekregen hebt, de zuurstof die jij inademt, de eten die jij eet, al deze zaken zijn gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar als jij je begeertes gaat volgen, dan betekent dat je uiteindelijk hem ongehoorzaam zal zijn. Je zal hem ongehoorzaam zijn met pijn in je hart. Waarom? Omdat jij de voetstappen van de shaitan hebt gevolgd. Jij weet dat bijvoorbeeld iets slecht voor jou is, of het is bijvoorbeeld een twijfelachtige zaak, en je weet dat je eerder de fout hebt gemaakt om die stap te zetten, of je weet dat een bepaalde persoon jou als het ware slecht beïnvloedt, en nog steeds ga je met hem om, terwijl jij weet dat deze persoon een slecht invloed op jou heeft, dan kun je alleen maar jezelf verwijten. Dan kun je alleen maar jezelf verwijten voor al de pijn die daar vervolgens op volgt. En als we kijken naar de gunsten die we hebben, waar ik het dus over had, dus de gunsten die wij hebben, is dat wij leven in een veilige omgeving. Wij kunnen naar school gaan, wij kunnen naar werk gaan. Allemaal zaken die Allah jou gegeven heeft. Je hebt een moeder, je hebt een vader die van jou houden. Je hebt broers, je hebt zussen. Als je broers en zussen hebt. Maar het zijn allemaal gunsten. Allemaal gunsten die je hebt, maar uiteindelijk kan het zijn dat jij, ondanks al deze mooie gunsten, toch jouw begeertes gaat volgen. Zonder erbij stil te staan. En dat is jammer. Dat is jammer, want je kan veel meer uit jezelf halen. Je kan veel meer uit jezelf halen als jij de zaken doet die Allah subhanahu wa ta'ala van jou vraagt. Dat je uit de buurt blijft van de verboden zaken en dat je de toegestane zaken gaat verrichten. En weet dan ook, en dit is een stukje verstandigheid. De geleerden zeggen dan ook, ze zeggen dat je kan een begeerte bevechten door twee zaken. Door vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal bestraffen nadat jij iets gedaan hebt. Maar je kan ook jezelf als het ware weerhouden van een begeerte als je weet dat het gevolg daarvan, maar laten we zeggen de genieting is maar heel kort. Een kwartier of 10 minuten of wat dan ook. Maar het gevolg daarvan zal heel lang bij je blijven. Het zal heel lang bij je blijven, terwijl je eigenlijk maar heel kort hebt genoten. Dus je kan een begeerte bevechten door de godsdienst. Dus vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala en vrees voor het hellevuur. Maar je kan ook je verstand gebruiken. En weten dat als je dit doet voor een korte tijd,
daarna zal je uiteindelijk heel veel spijt krijgen. En de verstandige weet dan ook dat hij uit de buurt blijft van dat. En dat hij zich moet gaan concentreren op iets wat voor hem toegestaan is. Waar hij zijn begeertes wel kwijt kan. En neem een voorbeeld. Laten we zeggen, voor jezelf. Je kent iemand die alleen maar zijn begeertes volgt. Je kent hem goed. Wat zou jij zeggen over deze persoon? Misschien zou je zeggen over hem dat hij alleen maar aan zichzelf denkt. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Ik. Waarom? Hij gaat zijn begeertes achterna. Hij voelt dit, dan gaat hij erachteraan. Hij vindt dit leuk, dan gaat hij erachteraan. En dan maakt het hem niet uit wat jij graag wilt. Dan denkt hij niet aan jou. Waarom? Zijn begeertes, die vraagt hem. En zo'n persoon, daar zullen mensen een afkeer voor hebben. Daarbij wil je niet in de buurt zijn. En dat is dan ook een les voor ons, is dat wij niet onze begeertes achteraan gaan. Want het kan zijn dat wij mensen onrechtvaardig gaan behandelen vanwege het nagaan van jouw begeertes. En slechts het feit dat een persoon die zijn begeertes achteraan gaat, dat het een persoon is waar je niet graag naar wil kijken, omdat hij zich altijd bezighoudt met afschuwelijke zaken en met slechte mensen omgaat, dat moet al genoeg voor jou zijn eigenlijk om uit de buurt te blijven van de verkeerde begeertes. En Ibn Abbas, radiyallahu anhu, een metgezel van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt eigenlijk over een ayah die in de Koran staat. Hij zegt dat er zijn mensen die hun begeertes als God hebben genomen. Dus hun begeertes zijn hun God. Allah zegt in de Koran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Heb jij degene gezien? Dit zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En de vertaling dan ervan. Heb jij degene gezien die zijn begeertes volgt? Oftewel degene die zijn begeertes als God heeft genomen. Alles wat zijn begeerte tegen hem zegt, doet hij. Hij vindt dit leuk, dan doet hij het. Hij ziet iets wat hem blij maakt en hij gaat er gelijk achteraan. Zonder ook even stil te staan. Helemaal geen seconde. Heb ik daar wat aan? Wat is uiteindelijk het resultaat daarvan? Wat is het gevolg daarvan? Wat heb ik daaraan in mijn leven? Wat heb ik daaraan in mijn wereldse leven? En wat heb ik daaraan voor het hiernamaals? En dat zijn de vragen die wij ons moeten afvragen. Dat zijn de vragen die we ons moeten stellen als wij zoiets zien. En het is dan ook belangrijk dat hierin verstandig moet zijn. En geen stomme fouten moet maken. Want je kan ook genieten van jouw leven op een goede manier. Je kan op een goede manier van jouw leven genieten. Alleen dan moet je wel de goede stappen zetten. Dan moet je wel de juiste stappen zetten om ervoor te zorgen dat jij jezelf kan beschermen. En dan zul je zien dat jij een genieting zal ondergaan in jouw leven. Waarom? De begeertes die in jou geschapen zijn, waar we het in het begin over hadden, die heb jij. Die heeft iedereen. Allah heeft de mens zo geschapen. Maar Allah heeft je ook deuren gegeven. Hij heeft jou deuren gegeven om ervoor te zorgen dat je deze begeertes op een juiste manier kan verzadigen, als het ware. En dan zul je zien dat nadat je het gedaan hebt op een goede manier, dan krijg je als het ware alleen maar goedheid. Alleen maar goedheid dat eruit voortkomt. En dat is wat we willen. Dan heb je goedheid op goedheid. En dat is een verheuging voor jou. Dat is een verheuging voor mij. Dat is een verheuging voor elke moslim die zo nadenkt. Is dat jij dus de begeerte die jij hebt, dat je die op de juiste manier verzadigt. En het klopt dan ook. Het klopt dan ook dat wij vele begeertes hebben. Dat is gewoon een feit. En we worden ook beproefd door dit. Maar, nog een keer kort samengevat, is dat wij Allah subhanahu wa ta'ala vragen dat hij ons helpt. Want hij heeft de deuren opengemaakt daarvoor. Hij heeft de deuren opengemaakt om onze begeertes te verzadigen. En daar moeten we wel geduld in hebben, inshallah. En doe je dit niet, wat denk je dan uiteindelijk dat de resultaten zijn? Uiteindelijk, als je dat niet doet en je hebt geen geduld hierin, je hebt geen geduld in het vragen van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zul je uiteindelijk in de begeertes gaan vallen. En dan zul je alleen maar pijn krijgen. Mogen Allah ons daarvoor behoeden, inshallah. En ik wil eigenlijk de vermaning om één hadith draaien. Een mooie hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin alles afhangt. Het geluk in het wereldse en in tinamas. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dan ook, hij zegt, lamma khalaqa Allahu al-jannah, toen Allah subhanahu wa ta'ala het paradijs had geschapen, toen zei hij tegen Jibril alayhi salam, ga naar haar, naar het paradijs en kijk naar haar. Idhab fandur ilayha. En hij ging vervolgens, Jibril alayhi salam, en hij kwam terug. Thumma ja'a, en hij kwam terug bij Allah subhanahu wa ta'ala, en hij zei, I rabbi,
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. Er is niemand die van haar hoort, oftewel van het paradijs, ofwel hij wil naar het paradijs gaan. Dus iedereen die van het paradijs hoort met al haar genietingen, die wil naar het paradijs gaan. Die is blij om daarheen te gaan en die gaat er ook voor werken. Vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala beproevingen geschapen. Beproevingen, en die heeft hij als het ware om het paradijs heen geplaatst. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam weer opgedragen om terug te gaan. Om te kijken. En Jibril alayhi salam ging kijken en hij kwam terug. En hij zei, Hey Rabbi wa izzatik. La yasma, oftewel niemand. Hij zegt vervolgens, ik ben bang. Gashitu. En la yadkhulaha ahad. Ik ben bang dat niemand het paradijs zal intreden. Niemand zal het paradijs in betreden vanwege de beproevingen die er omheen zijn geschapen. En daarom moeten we Allah subhanahu wa ta'ala vragen dat hij ons sterk maakt. Want dit is een serieuze zaak. Het feit dat Jibril alayhi salam, de aartsengel van Allah subhanahu wa ta'ala, vreest dat niemand het paradijs intreedt, is een zaak die serieus genomen moet worden. En vervolgens zegt ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ. Vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala ook het hellevuur geschapen. En hij heeft weer Jibril alayhi salam gestuurd om te gaan kijken. Te gaan kijken bij het hellevuur. En Jibril alayhi salam ging en hij is weer teruggekomen. En hij zei, I Rabbi wa izzatik. Niemand hoort daarvan. Of hij gaat zijn best doen om er uit de buurt van te blijven. Hij wilde niet ingaan. Vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala de begeertes geschapen. En die heeft hij om het hellevuur geplaatst. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam weer de opdracht gegeven om te gaan kijken. En hij is teruggekomen met Jibril alayhi salam en hij zei, Khashitu en la yabqa ahad illa dakhalaha. En hij was bang dat er niemand over zou blijven of hij zou uiteindelijk het hellevuur intreden. Of hij zou uiteindelijk het hellevuur intreden vanwege de begeertes. En vanwege de gevaarte van de begeertes. Vanwege het feit dat de begeertes, als je die gaat navolgen en dat je de voetstappen, de eerste stappen na begeertes gaat volgen, dan zou uiteindelijk jouw eindbestemming het hellevuur zijn. Mogen Allah ons daarvoor beschermen. Want zelfs Jibril alayhi salam, zoals ik gezegd heb, zelfs Jibril alayhi salam, de engel, die verantwoordelijk is voor de boodschappers die naar de aarde zijn gestuurd, hij was bang, en hij is bang, dat niemand zal gered worden van het hellevuur vanwege de begeertes. En in een andere ayah, in de Koran, en dat is een verheuging voor ons, daar zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى. En degene die zijn Heer vreest, en zijn ego en zijn ziel tegenhoudt om de begeertes achterna te gaan, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى. Voorwaar, zijn eindbestemming zal het paradijs zijn. Zijn eindbestemming zal het paradijs zijn. En dit is een mooie verheuging. Het feit dat jij niet achter de verboden begeertes gaat en jij gaat niet de voetstappen daarvan volgen, dan zal uiteindelijk jouw bestemming het paradijs zijn. Het eeuwige leven waar je voor altijd kan genieten. Altijd kan genieten zonder zorgen. Dat is jouw doel en daar moet je achteraan gaan. En wat moet je doen? Je moet ervoor zorgen dat jij jouw ziel in bedwang houdt. In bedwang houdt bij het navolgen van de begeertes. Bij het navolgen van de begeertes. En Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zegt, hij zegt dan ook, وَرُبَّ نَظْرَةٍ. En het kan zijn, dat één blik een begeerte in jouw hart plaatst. زَرَعَتْ شَهْوَةً. وَرُبَّ نَظْرَةٍ زَرَعَتْ شَهْوةً. Het kan zijn dat één blik die je doet, naar iets wat verboden is, dat kan uiteindelijk een begeerte in jouw hart plaatsen. En dat, die begeerte wordt uiteindelijk opgevolgd door daden. Vervolgens zegt hij ook, وَرُبَّ شَهْوَةَ سَاعَةٍ. En het kan zijn dat 1 uurtje van genieting, 1 uurtje van het achteraangaan van een begeerte, أَوْرَثَتْ حُزْنًا طَوِيلًا. Heeft uiteindelijk heel veel spijt en verdriet met zich meegebracht. Dus een kleine uurtje genieten. Je gaat een uurtje genieten. En vervolgens zul je na dat uurtje zul je heel veel pijn krijgen. Heel veel verdriet. Voor een klein uurtje. En kijk naar de wijsheid van Umar ibn al-Khattab. En hij weet dat. En het is ook waar. Het is waar. Want hoeveel van ons hebben het meegemaakt? Hoeveel van ons hebben het meegemaakt dat dit uiteindelijk een pijn voor ons gaat veroorzaken? En terwijl, als je even bij stil gaat treden, is dat je ook op een goede manier kan genieten.
Je kan ook op een goede manier genieten, zolang jij je hart maar met Allah linkt. Zolang jij maar Allah subhanahu wa ta'ala vraagt om jou deze zaken te geven. En dat zijn belangrijke zaken. Is dat je altijd bezig bent met het linken van jouw hart met Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij is degene die jou kan helpen hierin, inshallah. En daarom vraag ik ook Allah subhanahu wa ta'ala. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala voor jullie en ook voor mij dat hij ons helpt. Dat hij ons sterker maakt en geduld geeft in het bestrijden van onze begeertes. Want het kan zijn dat je uiteindelijk met een kleine stap richting een begeerte heel veel fouten gaat maken. En uiteindelijk zal je overblijven met lege handen. Met spijt en pijn. En uiteindelijk kan het zijn dat je gewoon het hele vuur wordt ingetreden. En wat heb je meegemaakt in je leven? Je hebt alleen maar spijt en verdriet gekregen. Omdat je je begeertes bent achteraan gegaan. En uiteindelijk word je in het hele vuur gegooid. Mogen Allah ons daarvoor behoeden. En er is nog één punt wat ik jullie wil meegeven. En ook mezelf. Is dat. Dat is misschien een punt wat misschien alles omvat. Is dat jij gaat oplossingen zoeken. Je hebt bijvoorbeeld een zaak. Waar je moeite mee hebt, probeer dan een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld, jij weet dat een plek waar je normaal heen gaat, dat het niet goed voor jou is. Dat zorgt ervoor dat jij bepaalde begeertes achteraan gaat. Of je weet bijvoorbeeld dat met omgaan met die persoon een slechte invloed op jou heeft, zoals ik al eerder gezegd heb. Dan zijn dat zaken waar je uit de buurt moet blijven. Vlucht voor hem alsof je voor een leeuw gaat vluchten. En bescherm jezelf, bewaak jezelf en bewaak je eer. En wees niet zoals de mensen in deze maatschappij die alleen maar hetgeen doen wat ze als het ware in hun handbereik krijgen. En daarom is het dan ook zo dat de geleerden zeggen dat de mensen zijn in tegenstelling tot de dieren en in tegenstelling tot de melaiketh misschien de beste schepsel. Waarom? Omdat zij kunnen het slechte doen, maar ze doen het goede. En de melaiketh kunnen alleen maar goede dingen doen. En de dieren, die kunnen alleen maar achter hun begeertes aangaan. De dieren kunnen alleen maar achter hun begeertes aangaan. Dus als jij, net als de dieren, alleen maar achter jouw begeertes aangaan, dan kan het zijn dat jij op het niveau van de dieren komt. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala jou geëerd heeft. Jij kan jezelf verheffen tot zelfs boven de melaiket, zoals sommige geleerden zeggen. Als jij maar het goede doet. Als jij maar het goede doet. Dus zoek oplossingen naar fouten die je begaat. Zoek oplossingen naar twijfelachtigheden. En vul je tijd goed in. En zorg er niet voor dat jij uiteindelijk te veel tijd over hebt, waardoor je uiteindelijk stappen kan gaan zetten die slecht voor jou zijn. En dat was mijn laatste punt. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa shahadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. En ik wil nog een kleine herinnering aan iedereen thuis. Is dat Wadhakir, zoals jullie weten, is een programma wat eigenlijk dagelijks uit wordt gezonden om 7 uur. Waarbij wij onszelf en ook onze broeders en zusters thuis graag willen adviseren met bepaalde punten. Bepaalde punten die ze nodig hebben om in hun leven standvastig te zijn. En om te kunnen genieten van het feit dat zij moslims zijn. En het feit dat zij in zo'n mooie godsdienst zijn geboren of uiteindelijk moslim zijn geworden. Dus Wadhakir is een programma, 7 uur, waarin wij onze broeders en zusters vermanen. En verspreid het bericht. Verspreid het bericht naar jouw familie, naar jouw vrienden, naar kennissen. En breng hen op de hoogte. En weet dat degene die naar het goede leidt, hij zal ook uiteindelijk het beloning krijgen daarvan. Dus degene, zoals de profeet zegt, men dalla ala khair kafa'ilihi. Dus het dallu ala khair kafa'ilihi. Degene die naar het goede leidt, is als degene die het zelf heeft gedaan. En dat was mijn herinnering aan jullie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.